De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Joris van den Broeke, fractieleider van SPA, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In de aanloop naar de verkiezingen praat ik met de 6 fractieleiders van de fracties die in het Vlaams parlement vertegenwoordigd zijn. Mijn gast vandaag is Joris van den Broeke van de SPA. Dag, meneer van den Broeke. Ja, we blikken terug op die afgelopen legislatuur en die begon voor uw partij in de oppositie na ettelijke legislaturen na elkaar deel te hebben uitgemaakt van de meerderheid. En dan zit je daar dan, hè, op die oppositiebanken. Dat is toch wel wennen, zo'n nieuwe rol? Voor mij was het niet echt wennen, eerlijk gezegd. Ik ben hier binnengekomen als parlementslid in de oppositie. Ik ben na een jaar fractieleider geworden. Ik ben er meteen ook ingevlogen. Maar goed, als partij wel inderdaad wel een beetje moeten vervellen, dat klopt. Ja, want je hoort sommige politici wel eens zeggen, het is als parlementslid eigenlijk fijner in de oppositie dan in de meerderheid. Dan kan je tenminste... Je moet met minder rekening houden in de oppositie. Je kan niet alles meer laten gaan. Hè. Je moet geen compromissen sluiten, zoals dat heet. Dat is het voordeel. Gewoon vanuit de individuele beleving als parlementslid om voluit te kunnen gaan. Langs de andere kant, als je in de meerderheid zit en je bent een sterk parlementslid met veel dossierkennis, heb je ook de kans om echt meer te veranderen, omdat je compromissen kunt sluiten met andere meerderheidspartijen en daadwerkelijk die voorstellen doen die gestemd worden. Vanuit de oppositie is dat veel moeilijker om iets goedgekeurd te krijgen. Ja. Nu, deze meerderheid heeft de legislatuur kunnen afsluiten met een begroting die op orde is. Heeft daar wel moeten voor besparen. In de eerste helft van de legislatuur, daar is toen vaak kritiek opgeleverd. Maar het resultaat is vandaag van een begroting... in evenwicht, als je daar nu op terugblikt op de kritiek van toen en vandaag vaststelt de begroting klopt, waren die besparingen dan gewoon niet nodig om dat resultaat vandaag te hebben? Ik denk dat er hoe dan ook inspanningen nodig waren. Ook bijvoorbeeld een vorige Vlaamse regering met socialisten aan boord heeft ook moeten besparen. En dat moet soms gebeuren. Mm-hmm. Ik vind belastinggeld moet op een goede manier, op een efficiënte manier moeten worden ingezet. Maar wat ik deze regering kwalijk neem, is dat die besparingen heel sterk op de schouders van de gezinnen zijn gelegd in de vorm van allerlei verhogingen van facturen. Facturen voor energie, voor kinderopvang, voor hoger onderwijs, voor openbaar vervoer. Het is allemaal veel duurder geworden. En de begroting is in evenwicht, maar wat hebben de gezinnen ervoor in de plaats gekregen? Wat zijn de resultaten van deze Vlaamse regering? Zijn de wachtlijsten in de zorg verminderd? Nee. Zijn de wachtlijsten voor sociale huisvesting verminderd? Nee. Is energie, water, is dat betaalbaarder geworden? Nee. Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd? Nee. Dus ja, er is bespaard, er is ook extra geld uitgegeven. De gezinnen hebben een zeer grote inspanning gedaan, betalen vandaag een pak hoge facturen, maar wat krijgen ze daarvoor in de terug? Dat is maar goed, ik wil nog even terugkeren naar die begroting. We gaan het straks wel hebben over die departementen waar de Vlaamse gemeenschap bevoegd voor is. Maar goed, die begrotingsinspanningen van het begin van de legislatuur waren ook wel een beetje het gevolg van het feit dat de zesde staatshervorming wel bevoegdheden naar Vlaanderen heeft gebracht zonder de centen. Nu, die zesde staatshervorming die is mee onderhandeld door uw partij. Hè? Ja, ik betwist dat die zesde staatshervorming gepaard gegaan is zonder centen. Er is 11 miljard euro mee overgekomen van het federaal naar de Vlaamse begroting. Ja, kinderbijstand onder meer. Ja, de Vlaamse begroting is miljarden euro groter geworden dankzij het feit dat wij als socialisten inderdaad een staatshervorming hebben onderhandeld in de vorige legislatuur. En ik sta daar nog volledig achter. Dat geeft Vlaanderen de mogelijkheid om meer te doen. Maar het is ook zo dat maar op een aantal... Maar er zijn toch niet steeds meegekomen? Er zijn toch bevoegdheden naar Vlaanderen gekomen zonder centen? Niet zonder centen, maar er zijn inderdaad een aantal bevoegdheden waar de uitgaven voor moesten groeien zonder dat die groei al in de centen zat die overkwam van federaal. Omdat, laten we eerlijk zijn, de federale begroting, die heeft een heel groot probleem. En dus is daar inderdaad een deel op het federale niveau blijven hangen. Nu, de regering heeft, en ik erken dat ook, heeft inspanningen geleverd om die begroting gezonder te maken. Ik erken dat de Vlaamse begroting in evenwicht is. Ook daar ook stevig geholpen door een gunstige economische wind. Mm-hmm. Zeer lage rentestand. Dat zijn allemaal meevallers, maar goed. Is er niet structureel Er zijn ook structurele inspanningen gebeurd. Er wordt ook wel gegoocheld
met een aantal rails, zoals bijvoorbeeld de investeringen voor de Oosterweel. Ja. Verbinding waarvan gezegd voor de ziekenhuizen, wordt, dat wordt terugverdiend. De schulden van de ziekenhuizen, ja, dat wordt uit de begroting gehouden. Nee, dat wordt in de begroting niet, maar dat wordt bij de berekening van het evenwicht wordt dat niet meegeteld, waardoor dat het evenwicht ook wel een beetje... Ja, ja. Maar goed, ik hoor ook wel zeggen, ik herken het natuurlijk. In het begin van de legislatuur is vaak gedebatteerd. We zitten nog steeds bij die begroting over de zogeheten turteltax, die forfaitaire belasting om de schuld af te lossen. Die was ontstaan door de subsidiering van zonnepanelen. Waren dat, als je daar nu op terugkijkt, ongemakkelijke debatten voor uw partij? Want ja, de meerderheid had het niet over de turteltax, maar over het terugbetalen van de Freya-factuur. Freya van den Bossen, de vorige minister van Energie, daar was u de kabinetschef van. Ja. Was dat ongemakkelijk om te debatteren daarover? Nee, helemaal niet, omdat ik nog altijd sta achter de keuzes die we in de vorige legislatuur hebben gemaakt. En dat is dat de kost die inderdaad gepaard gaat in de toenemende groei van hernieuwbare energieproductie, dat wij geweigerd hebben als socialisten in de vorige regering, tegen de wil van N-VA en CD&V in, om die factuur eenzijdig in de nek van de gezinnen te draaien. Dat was een zeer belangrijk debat in de vorige legislatuur. En inderdaad, de SPA is dan op de oppositie verwezen deze legislatuur. En zo gauw als wij weg waren, heeft men gedaan wat men altijd al heeft willen doen. En dat is die factuur eenzijdig leggen. Maar men moest wel iets vinden. Niemand heeft ooit ontkend dat die investeringen betaald moeten worden. Maar de vraag is natuurlijk, wie betaalt de factuur? En wij waren er voorstander van om bijvoorbeeld de grootverbruikers, bedrijven, een groter deel van die factuur op zich te laten nemen in plaats van de gezinnen. En wat we al zeker niet zagen zitten, is gewoon de forfaitaire tax van 100 euro, ongeacht wie je moet betalen. Het gevolg is dat alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen, zijn echt wel in de problemen gekomen daardoor. En ik ben maar je heel voelt blij... zich niet aangesproken door de kritiek van... Nee, ik voel me overigens, daar... heel vaak gehoord, is allemaal de schuld van de ja, SOSA. Ja, dat zeggen dan mensen die met ons in de Vlaamse regering zaten. N-VA zit al 15 jaar onafgebroken in de Vlaamse regering. CD&V heeft opeenvolgende ministers van Energie geleverd die dat subsidiemechanisme hebben uitgevonden. Freya van den Bossen heeft de subsidiering voor zonnepanelen op 0 euro gezet. Het enige wat wij vorige legislatuur hebben gedaan, is de subsidies afgebouwd. En inderdaad, daar waren nog heel wat investeringen die moesten betaald worden. En we hebben altijd geweigerd als socialisten om die factuur eenzijdig in de nek van de gezinnen te draaien. Goed, ondertussen heeft de Raad van State er zelf een stokje voor gestoken en is die weg. U bent zelf vaak tussen gekomen in dossiers over mobiliteit. Ja, dat is juist. Er is de afgelopen legislatuur massaal geïnvesteerd in mobiliteit. Een recordbedrag van 10 miljard euro, hoor je dan zeggen. Er zijn trajectcontroles ingevoerd. De maximumsnelheid op gewestwegen is teruggebracht naar 70 km per uur. Het aantal verkeersdoden is gevoelig gedaald. Zijn dat inspanningen die u erkent? De verbetering van de verkeersveiligheid erken ik zeker. En alle maatregelen die minister Wijs daarvoor genomen heeft, zoals de verlaging van de maximumsnelheid naar 70, zoals het invoeren van trajectcontroles, daar stonden wij ook volop achter. Minister Wijs heeft altijd de steun gehad van het voltallige parlement om op dat vlak een stevige stand bij te steken. Dat is ook gebeurd, dankzij het feit dat er een politiek draagvlak is. En ik ben zeer blij dat het aantal verkeersdoden, het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen in dalende lijn zit. Er is ook massaal geïnvesteerd, 10 miljard. Ja, dat klopt. Minister Weitz heeft heel veel geld uitgegeven. Er is geen één minister die zijn budget zo heeft zien stijgen, maar ik zie geen resultaten. Ik zie u verwijst aan de files bijvoorbeeld. Ja, de files zijn nog nooit zo sterk gestegen als de afgelopen 5 jaar. En het alternatief voor de wagen, het openbaar vervoer bijvoorbeeld, daar zijn de Vlamingen meer dan ooit ontevreden over. Ik zie, en dat blijkt uit het onderzoek van minister Weitz zelf, dat bijvoorbeeld het aandeel van bus, tram en metro, hetgeen dat de lijn aanbiedt in Vlaanderen, in het woon-werkverkeer. En woon-werkverkeer, dat was voor minister Weitz de belangrijkste focus, dat aandeel alleen maar gezakt is. Dus mensen vermijden eerder het openbaar vervoer om naar het werk te gaan dan dat ze het gebruiken. Hoe gaan we dat keren? Want er wordt inderdaad massaal geïnvesteerd. Maar de files blijven even lang of worden zelfs nog langer en het openbaar vervoer wordt steeds minder gebruikt. Hoe gaan we dat keren? Door een veel duidelijke keuze te maken. Minister Weitz heeft heel veel geld uitgegeven, overal een beetje, maar heeft nergens het verschil kunnen maken. Het voorstel van de SPA is om te stoppen met te investeren in de uitbreiding van de wegcapaciteit. Er ligt beton genoeg in Vlaanderen. Geen spitsstroken meer aanleggen, waarmee je nog meer mensen alleen tijdens de spits in de auto over ons volgende blok te wegen hebt. Die liggen er eigenlijk al uit. Het is een kwestie van markering. Nee, het is een kwestie van markering. Het is een kwestie van of je de capaciteit
uitbreidt of niet. Minister Wijs heeft daar meer dan 90 miljoen euro in geïnvesteerd. Ons voorstel is om die middelen te gebruiken om te investeren in de alternatieven. Meer te investeren in openbaar vervoer. Meer te investeren in de fietssnelwegen in Vlaanderen. Om bijvoorbeeld een deel van de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens, die nu alleen maar wordt gebruikt om te investeren in het wegennet in de vrachtsector, om ook een deel daarvan van die opbrengst te gebruiken voor het alternatief. Als wij sneller en meer investeren in de alternatieven voor de wagen en de mensen daadwerkelijk een alternatief geven, dan heb je die extra betoncapaciteit nodig. Moet er werk worden gemaakt van rekeningrijden? Voor personenwagens bedoel ik? Ik vind dat er op de eerste plaats geïnvesteerd moet worden in de alternatieven. En dat heeft u gezegd, moet er werk worden gemaakt van rekeningrijden? Ik denk dat we uiteindelijk naar een systeem zullen moeten gaan waarbij dat we niet het bezit van de auto belasten, hè, dus geen belasting op inverkeerstellingen meer, geen wegentaks meer, maar enkel nog het gebruik. Dat is rekeningrijden. En dat is een vorm van rekeningrijden. Wat wij als socialisten bespreekbaar vinden, is om binnen de Vlaamse ruit, hè, die drukke assen tussen Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven, om op de drukste momenten... Dus een spitsheffing in te voeren, maar dat kan enkel gebeuren als eerst die shift in investering gebeurd is naar meer alternatieven. Maar op termijn sluit u het niet uit. Op termijn sluit ik het niet uit. Het is natuurlijk, ja, het is wel een risico als u dit zegt, want dan gaat u het verwijt krijgen. Zeveld, de SPA, die is voor belastingen. Forfaitaire dan nog wel, want rekeningrijden, dat is per definitie een belasting. Ik wil de files oplossen. Ik wil geen belasting heffen, ik wil de files oplossen. En als je zorgt dat er goede alternatieven zijn, en je geeft dat heeft u gezegd, maar u zei ook, als binnen die Vlaamse ruit, binnen de spits, mensen gebruik maken van hun wagen, dan moeten we dat belasten in plaats van de inverkeersbelasting. Ja, maar dat is de logica, dat is inderdaad de logica van een vorm van slimme heffing. Maar wij zeggen wel zeer duidelijk dat je mensen maar een financiële prikkel kan geven om het gebruik van de weg op het zeer drugsmoment te ontraden als er effectief alternatieven zijn. In het programma van SPA staat er ook, en dat wil ik benadrukken, dat bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer, voor die mensen die geen alternatief hebben, dat die eventuele spitsheffing dan wel ten laste is van de werkgever. Want ook bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om het woon-werkverkeer van hun werknemers zo duurzaam mogelijk te bekijken. Je hoeft je niet te vestigen als bedrijf dat vooral bureaujobs aanbiedt, een of ander spiegelpaleis in een ver afgelegen bedrijventerrein in de verre rand rond Brussel, waar geen openbaar vervoer naartoe is. Je kan je gaan vestigen in het centrum van de stad. Zoals bijvoorbeeld een van de grote... Waar de prijzen misschien veel ja, hoger zijn. Maar ten tweede, we moeten ook naar een fiscale hervorming waarbij we de last op arbeid verlagen, waardoor dat mensen in euro's betalen veel interessanter wordt dan mensen auto's betalen. Ja, maar goed, dat is iets voor de andere kant van de straat in het federale parlement. Waarvoor u kandidaat bent. De begroting die klopt vandaag, heeft u mee vastgesteld. Waar zou er geknipt kunnen worden om investeringen bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, om dat aantrekkelijker te maken, mogelijk te maken? Wel, zoals ik net heb gezegd, alle middelen die Ben Wijs heeft geïnvesteerd en die hij nu nog heeft vastgelegd om te investeren in nog meer spitsstroken, nog meer auto's tijdens de spits op de autosnelwegen, dat is weggesmeten geld. Dat geld moet dienen om de alternatieven te verbeteren. Dat is duidelijk. Een derde van de begroting gaat vandaag naar onderwijs. Nu, je kan het oneens zijn met de politieke keuzes die zijn gemaakt, maar de hervorming van het secundair onderwijs is op het einde van de rit wel rondgeraakt, hè, met nieuwe eindtermen. Hoe blik je daar zelf op terug? Want Hilde Krivits heeft dit wel tot een goed einde gebracht. Ondanks het feit dat je misschien niet eens bent met die politieke keuzes die dan zijn gemaakt. Maar goed, de hervorming is er wel, hè? Na 10 jaar. Er is een hervorming, inderdaad, afgesproken. Wat die gaat opleveren, valt nog te bezien. Er zit daar ook een heel grote mate van vrijblijvendheid in. En ik zie vooral dat de grootste regeringspartij, de N-VA, de handrem heeft opgetrokken, een bocht van 180 graden maakt en terug naar een onderwijs wilt gaan. Dat gaat over het inschrijvingsdecreet, hè? Niet alleen over het inschrijvingsdecreet. Het gaat over het soort onderwijs dat we willen. Wij willen een onderwijs
waarbij dat je het talent van elk kind, wat de achtergrond van het talent is, maximum aanspreekt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen over de lat kunnen springen en kansen hebben in het leven. De N-VA moet een onderwijs dat mikt op enkel de sterkste laat excelleren en andere kinderen in de steek laat. Dat is de visie van N-VA. Maar goed, de hervorming is vandaag wel rondgeraakt. Wens je het onderwijsveld toe dat daar nu opnieuw twijfel wordt overgezaaid en opnieuw wordt hervormd? Ja, maar dat is wat de grootste regeringspartij constant doet. Ze zitten 15 jaar in de regering. We hebben de onderwijshervorming, zoals u terecht aangeeft, is een proces van 10 jaar geweest. Op het einde van de rit, wanneer dat zijn beslag moet krijgen, wanneer het tot resultaat moet leggen, dan stelt de grootste regeringspartij de uitgangspunten van die hervorming opnieuw in vraag. Maar goed, het is wel gestemd natuurlijk. De vraag is, zit het onderwijs te wachten op nog eens een opnieuw herbediscussiëren van alles wat nu beslist is? Ik denk dat ouders verwachten dat het Vlaams onderwijs inderdaad handenvol geld kost. Terecht, we moeten daar investeren. Dat is de enige grondstof die we hebben, talent voor onze kinderen. Ouders verwachten dat hun kind, dat het maximum van die talent wordt gebruikt, ontgonnen om hen vooruit te helpen in het leven. Verschillende partijen dringen ook aan op een bijsturing van het M-decreet, dat ervoor zorgt dat kinderen die extra zorg nodig hebben, niet langer in het buitengewoon, maar in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Is het vooral een kwestie van extra middelen, die bijsturing? Er moeten echt extra middelen op tafel komen. We horen die klachten overal bij scholen die zeggen wij willen wel doen wat men van ons verwacht, namelijk ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen, maar dan hebben we extra middelen nodig. Leerkrachten staan vandaag dan voor klassen waar je toch een aantal leerlingen, kinderen hebt met speciale noden. Ze hebben de middelen en de mensen niet om die noden te beantwoorden, wat tot drama's leidt voor die ouders en voor die kinderen. Maar daarnaast moet er ook op vlak van de structuren moet er een aantal zaken aangepakt worden. Nu wordt alles per net georganiseerd. Wij zouden liever hebben dat dat meer per regio wordt georganiseerd, zodanig dat er netoverschrijdend zorgnetwerken kunnen ontstaan waar gespecialiseerde hulp in verschillende scholen aanwezig kan zijn. Teams die alle scholen kunnen bedienen dan. Nu, als je vaststelt dat het onder meer een kwestie is van middelen, om dat M-decreet volop te laten werken, moeten we dan niet vaststellen dat het is ingevoerd, te snel is ingevoerd zonder middelen. En dat is dan eigenlijk ook wel in de vorige legislatuur gebeurd. Ja, onder voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet. U kan ons veel in de schoenen schuiven. Maar het M-decreet is toen toch wel ingevoerd? Ja, maar het M-decreet is toen gestemd. Maar de begroting om dit waar te maken is wel gemaakt door de huidige Vlaamse regering. En ik zie dat die in haar begroting niet voldoende middelen heeft vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat het M-decreet effectief op een goede manier kan uitgevoerd worden. Maar het principe, daar blijft u achter staan? Ik sta zeker achter het principe van het M-decreet. Ja. We moeten ook van de VN. Hè. Wat is uw balans van de afgelopen legislatuur op sociaal vlak? Ja, ik zie dat de regering Bourgeois meer dan ooit heel wat Vlaamse gezinnen in onzekerheid heeft gebracht. Dat ik zie naar de stijging van het aantal gezinnen dat zijn elektriciteitsfacturen niet meer kan betalen, zijn waterfacturen niet kan betalen. We zien 30% meer aanvragen voor hulp van 30% meer gezinnen die aankloppen bij het OCMW om het einde van de maand te halen. Ja, dan zie ik op dat vlak een grote mislukking. De economische wind zat mee, het aantal jobs is toegenomen, de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is toegenomen en toch zijn er meer werkende Vlamingen die het einde van de maand niet halen. En dat komt... Hoor ik u zeggen dat vanuit de meerderheid wordt gezegd, namelijk de beste garantie tegen armoede is het hebben van een job, dat niet klopt? Het klopt wel als je ervoor zorgt dat je met het loon dat mensen verdient de facturen ook kan betalen. Maar mensen een job geven om vervolgens alles duurder te maken, waardoor dat mensen een loon niet volstaat om een normaal leven te leiden. Want de meerderheid zegt, de koopkracht is wel toegenomen. Ja, maar ik zie dat het aantal gezinnen dat afbetalingsplannen vraagt om zijn energiefactuur te betalen, dat op recordhoogte zit. Het aantal gezinnen dat bij voedselbanken over de vloer komt in Vlaanderen zit op recordhoogte. Het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op OCMW-steun zit op recordhoogte. Dat zijn indicaties van het omgekeerde. Ik merk dat meer en meer Vlamingen er net van wakker liggen
of ze het einde van de maand nog halen, of ze nog gaan kunnen sparen, of ze voorziene kosten nog kunnen betalen. Op dat vlak heeft de regering Bourgeois de onzekerheid alleen maar toegenomen. En dat komt omdat men blind heel wat facturen verhoogd heeft, vaak zelfs met de grootste tariefschok voor de laagste inkomens. Nochtans, er is ook wel geïnvesteerd in welzijn. Minister Van Deurzen heeft de zogeheten persoonsgebonden financiering voor mensen met een handicap rondgekregen. Er is geïnvesteerd in welzijn. Minister Homans hoor ik zeggen, ja, ik heb geïnvesteerd in sociale huisvesting. Zijn dat dan realisaties die in de schaduw komen te staan? Wel, Herkent u de realisaties? Ik herken dat er meer geld is uitgegeven aan welzijn. Ik herken dat er meer geïnvesteerd is in sociale huisvesting. Maar ik wil de regering niet alleen afrekenen op haar inspanningen, maar ook op de resultaten. En goed, Eurostat zegt bijvoorbeeld, 3,4% van de Vlamingen heeft geen job. Al de rest wel. Ja, maar dat klopt. Maar heel veel mensen met een job halen het einde van de maand niet, zitten in grote onzekerheid en flirten met een verhoogd armoederisico. Dat is het probleem. Minister Van Deurzen heeft inderdaad fors extra middelen geïnvesteerd in welzijn. Maar de wachtlijst in gehandicaptenzorg is gestegen. Had de kinderbijslag meer moeten gebruiken als instrument tegen armoede? Dat is een van de grote gemiste kansen. Er is geen enkel instrument waar zoveel middelen mee gepaard gaat als de kinderbijslag. Als SPA hadden wij liever een lager forfaitair bedrag gezien dat gelijk is voor elk kind en hogere sociale toeslagen voor die gezinnen die die extra middelen nodig hebben om effectief rond te komen op het einde van de maand. Om rond te komen op het einde van de maand, nu al die facturen waar u naar verwijst. En daarvan hoor ik in meerderheidskringen zeggen van ja, nee, er zijn wel sociale correcties op energiefacturen, op waterfacturen. Die sociale correcties zijn echt wel voorzien en werken. Ontkent u dat dan? Ja, als ik kijk naar de resultaten, naar het al stijgend aantal gezinnen onder deze regering die facturen niet kunnen betalen, dan besluit ik dat ofwel bestaan die sociale correcties niet, ofwel werken ze niet. Het is één van de twee. Mm-hmm. Maar de optelsom van al die factuurverhogingen, zij het als zelfs sommige facturen, of dat voor sommige mensen die verhoging beperkt is, maakt gewoon dat een aantal gezinnen kopje onder is gegaan en meer gezinnen flirten met de watergrens aan de lippen. En dat is hetgeen dat ik de regering Bourgeois kwalijk neem. Men heeft immense inspanning gevraagd aan de gezinnen en ik zie meer onzekerheid waar gezinnen mee flirten. Er is nog één dossier waar ik het met u wil over hebben, de betonstop. Ja. Het is niet gelukt om die 4 decreten die nodig zijn om die betonstop te realiseren. Men heeft daar niet meer over gestemd in deze legislatuur. Het zal voor de volgende legislatuur zijn. Hoe blikt u daarop terug? Want er is natuurlijk wel werk verricht. Alleen het is nooit tot een stemming gekomen. Moet men herbeginnen van een wit blad of kan men verder werken? Ik hoop dat men niet moet beginnen van een wit blad. Maar het grootste probleem is niet van juridisch-technische aard. Maar is gewoon dat de regering Bourgeois het niet eens was. Wat over niet juridisch-technische aard is wel de Raad van State die opmerkingen had. Ja, maar juridisch. Het compromis is zo halfslachtig. Zo halfslachtig ook. Zo complex geworden omdat de regering het niet eens was intern over ambitie. Moet zijn met die betonstop. Maar daar ging de kritiek van de Raad van State toch niet over? Nee, het zit ook gewoon slecht in elkaar. Het is haastwerk op het einde van de legislatuur. Maar waarom heeft het zo lang geduurd om iets neer te leggen? Is omdat men het binnen de regering niet eens was over een dossier dat zeer bepalend is voor de toekomst van Vlaanderen. Als wij iets willen doen aan de files, als wij iets doen aan onze CO2-uitstoot, als we iets willen doen aan het wooncomfort van de Vlamingen, dan moeten wij onze ruimtelijke ordening op een andere manier organiseren. En liever sneller dan later. Mm-hmm. Wel, de regering heeft op dat vlak 5 jaren verloren. De fractie waar u dan de voorzitter van was de afgelopen legislatuur, daar wil ik het ook nog eens over hebben. Mm-hmm. Het Nieuwsblad heeft rapporten opgemaakt van alle parlementsleden. Ja. 1 op de 3 SPA'ers in het Vlaams parlement haalt geen voldoende. Is dat als balans niet te mager? Ik zie dat gemiddelde niet afwijkt van het gemiddelde van het parlement. Rapporten van kranten wil ik ook een beetje relativeren. Het is de kiezer uiteindelijk die zijn oordeel zal vellen. Maar ik ontken niet, en dat geldt niet alleen voor mijn fractie, dat geldt voor andere fracties ook, dat niet iedereen zich even hard heeft ingespannen in het Vlaams parlement. Ik kan dat alleen maar betreuren. En ik hoop dat al diegenen die verkozen worden op 26 mei, hier van dag 1 tot de allerlaatste dag, de volgende legislatuur, keihard zullen werken. Ja. Je hoort in die rapporten die dan verschijnen over die afgelopen legislatuur wel eens, of je leest in die rapporten, dat Vlaamse niveau nog altijd in de schaduw blijft staan van het federale niveau. Men zegt dat ook over
de andere gemeenschappen en gewesten in dit land. Voelt u dat ook zo aan? Ik heb dat ook aangevoeld. Ik vind dat voor een stuk onterecht, omdat het Vlaams parlement heeft ongelooflijk veel bevoegdheden die rechtstreeks ingrijpen op het dagelijks leven van de mensen. Mobiliteit, cultuur, onderwijs, welzijn, noem maar op. Maar de politieke polsslag van het land ligt nog altijd in het federaal parlement. Ik stel vast dat de camera's meestal daar opgesteld staan. Behalve die van Vlaamsparlement.tv, waarvoor dank natuurlijk. En dat het federale niveau, ja, dat toch altijd meer aandacht genereert. Daar zitten natuurlijk ook de heel grote sociaal-economische dossiers, sociale zekerheid en dergelijke, lonen, pensioenen. Ja. En daar zitten natuurlijk ook de grote ideologische scheidslijnen tussen de grote politieke partijen. En u bent kandidaat voor de Kamer, hè? Ik ben lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen, ja, dat klopt. Ja. Nu, wie er ook weggaat, is Jan Peumans. Ja. De voorzitter van wie gezegd wordt, het is een man die de rechten van de oppositie bijzonder goed bewaakt heeft. Dat is juist. Bent u het daarmee eens? Absoluut. Jan Peumans was een heel goede parlementsvoorzitter. Ik was oppositieleider in het Vlaams parlement en ik kon altijd op hem rekenen wanneer ministers niet wilden antwoorden of de regering probeerde om documenten achter te houden. Dan sprong Jan Peumans in de pres voor de oppositie. Ik ben hem daar heel dankbaar voor. Dit is dan een van uw laatste optredens in het Vlaams parlement. Ga je het ook een beetje missen? Ik ga het Vlaams parlement ook missen, ja. Een aantal mensen met wie ik een goede band heb, maar ik ben ook zonder complexen, een trotse Vlaming die trots is geweest, dat heeft deel mogen uitmaken van het Vlaams parlement. Maar kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging in het federaal parlement. Goed, eerst, als ik kiezer het toelaat, tenminste. Ik ging net zeggen, eerst de verkiezingen natuurlijk. In elk geval, bedankt voor dit interview en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.